Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending. Ik ben er een beetje op tijd, zodat jullie mij allemaal kunnen vinden. Dat ik nog eventjes kan delen dat ik er ben. En dan gaan we daarna gezellig van start. Ik ben natuurlijk ook een half uurtje eerder dan de andere dames altijd. Dus vandaar dat ik eventjes ook wacht, zodat iedereen mij gevonden heeft. Kan ik ondertussen alles eventjes nog gaan delen. Mochten jullie het ook leuk vinden, jullie mogen het uiteraard ook even delen met eventueel jullie vrienden dat ik live ben. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde zou ik zeggen. Je kan de vertraging, want ik had mijn geluid nog aanstaan. Dat geeft niet. Ik heb de echo nu eventjes uitgedaan. Nou, ik zie dat eerst kijkers al binnenkomen, gezellig. Nou, ik heb al een paar spulletjes even klaargelegd. Het wordt een hele volle avond, want het is een hele grote collectie. En ik hoop een beetje snel toch door de producten heen te gaan. Een paar voorbeelden te laten zien. En daarna wil ik nog een plannenpagina gaan maken. Dus ik wilde ook nog even mee aan de slag gaan. Dus al met al een vrij vol programma. En ik heb een uurtje. Dus we zullen zien of we het gaan redden. Nou, als eerste starten met een slokje koffie erbij. Nou, de nieuwe collectie heet New Awakening. De collectie heeft een tijdje geduurd. We hebben er lang op moeten wachten. Door corona toch problemen met leveringen en alles. En wat andere omstandigheden. Maar goed, uiteindelijk is hij er. Hij is het wachten denk ik ook wel meer dan waard, al zeg ik het zelf. Ik begin gewoon als eerste met de rijstpepers. Daar kan ik jullie helaas nog niet heel veel voorbeelden van laten zien. Maar aanstaande zaterdag is er in mijn Janine's Mindful Arts Inspiration Group een online demo dag. En die dag ga ik aan de slag met een van de rijstpepers. Wat ik ga maken weet ik nog niet, of het wordt een journalpagina of iets anders. We gaan het zien. Nou, er zijn maar liefst 12 nieuwe rice papers. Dit is nummer 1 met een hele gave brug. Muziek, dat komt in deze collectie gewoon veel naar voren, omdat muziek voor mij heel belangrijk is geworden. Er zit ook een fluit bij. De bedoeling is dat ik weer ga fluiten. Maar ja, goed, dat is de bedoeling. Dat komt TZT wel. Nou, de kleuren zijn een beetje groen, een beetje geel, een beetje blauw. Fotocamera erbij met hele mooie vlinders erbij. Mooie bloesemtak erbij. Dus dit zijn allemaal rice papers. Voor degene die nog nooit met rice papers heeft gewerkt. Binnenkort gaan we hier echt wel meer van laten zien. Deze vind ik zelf ook heel erg mooi geworden met die bomen erbij. Het is ook heel leuk om deze maar voor de helft te gebruiken. Dus dat je alleen dit gedeelte gaat gebruiken. En daar weer een leuk tafereeltje op gaat bouwen. Die bloemen kun je dan weer voor een andere pagina gaan gebruiken. Mogelijkheden genoeg. Dus aanstaande zaterdag is er dan weer een demodag. Zijn er 4 verschillende demo's. Zijn er ook leuke giveaways. Bij elke live heb je de kans om een leuke prijs te winnen. Dus kijk dan gezellig mee. Deze, hier kan ik straks een voorbeeld van laten zien. Ik ga eerst gewoon alle producten laten zien. En daarna ga ik even de voorbeelden laten zien. Nou, de meeste rice papers vind ik zelf eigenlijk al zo mooi dat je ze eigenlijk niet eens in stukken hoeft te gebruiken. Je kunt ze ook op A4 formaat gaan gebruiken in zijn geheel en een beetje gaan opsieren met een beetje tekststickertjes met een mask stencil. Het hoeft niet eens altijd zo moeilijk. Nou, dit zijn dus de rice papers uit de nieuwe collectie. Dan ga ik door naar het papier. Nou, volgens mij wat ik begrepen had, zijn er 37 verschillende items in deze collectie. Dus het is echt een hele grote collectie geworden. Daarbij zitten ook scrapvellen, dus op het formaat van 30,5 bij 30,5.
Nou, die zijn allemaal dubbelzijdig. Ik ga even kijken of ik hem goed in beeld heb. Volgens mij wel. De voorkant, dit is nummer 33. En aan de achterkant komt ook weer die gave met die, ja, die waterval en die brug, zeg maar. Dan deze met, ja, die is weer een stuk lichter qua kleur. Hele mooie bloemen aan de zijkant met die mooie brug weer. Met mandala's op de achtergrond en weer wat muziekscript. Oh, ik zie dat ik een hele langzame verbinding in één keer had. Aan de achterkant een mooie gele met ja, een kalendertje erbij. Ook weer wat script en alles. Dan de mooie brug weer. Ja, ik vind zelf deze ook ontzettend mooi geworden. Het zijn gewoon echt allerlei verschillende kleuren. Je kan er allerlei kleurencombinaties mee maken. Ik laat het straks ook met de voorbeelden wel zien dat er gewoon echt veel mogelijkheden zijn. En nu heb ik natuurlijk alles in mijn eigen stijl gedaan. Maar we hebben sinds kort ook een design team. En die hebben natuurlijk helemaal hun eigen ja, stijl er weer mee. Dus we gaan jullie echt inspireren met heel veel leuks. Kijk, deze is een stuk donkere blauw. Het is gewoon, ja, allerlei kleurenthema's komen naar voren. Nou, ik hoop dat jullie de kleuren ook mooi vinden. Kijk, ook gewoon weer een beetje script erbij. Ook voor planners is deze heel geschikt, deze collectie. Daarbij zitten ook kaartjes. Die zijn op het formaat van ongeveer 10 hoog en 7 centimeter breed, meen ik. Ergens in die trend. Daar kan ik straks ook nog wat mee laten zien. Aan de achterkant hebben we ja, een notitiepapiertje. Dus je kunt er ook wat opschrijven. En daarbij hebben we een vel met hele mooie knipelementjes. Nou, de knipelementjes. We hebben heel veel knipelementen. Mocht je je vervelen, je kan uren aan het knippen komen. Maar we hebben wel alles in verschillende formaten qua knipwerk, zeg maar. Want we hebben, ja, ik ga maar gewoon gelijk door. We hebben daarnaast ook 3 paperpads. De paperpads zijn deze keer alleen op het formaat van 20,5 bij 20,5 verkrijgbaar. Hebben we bewust gedaan, dat is het ja, meest gangbare formaat op het moment. En ja, aangezien we al 37 items in deze collectie hebben, moesten we natuurlijk keuzes maken en kon gewoon niet alles. Nou, ik blader gewoon door de collectie heen. Een aantal vellen zullen jullie gewoon weer herkennen. Die zijn ook in de grote paperpads of in de grote losse vellen. Maar in principe zit hier weer heel veel extra's nog weer bij. Kijk, deze is dus op 20,5 verkrijgbaar en die was er dus ook op het grote formaat. Ja, die ijsvogel ben ik zelf ook heel blij mee. Die ijsvogel die komt veel voorbij. Kijk, hier zitten van, ja, net een soort goudkleurige spetters bij. Hele mooie bloemenranden. Er zitten ook heel veel bloemen bij. Nou, deze die komt dus zowel in paperpad voorbij als in de rice papers als in het grote scrappapier. Ja, inderdaad, Corine. Ik hoorde in jouw filmpje dat je het een specht noemde. Ik dacht dan van, nou ja, weet je, ik ben zelf ook niet zo handig met vogels. Dus als het beestje maar een naam heeft, toch? Ligt het aan mij dat het geluid niet zo hard is? Ik heb volume op hoog staan, maar ik hoor het niet goed. Nou, geen idee, durf ik niet te zeggen. Deze vind ik zelf ook ontzettend mooi. Ook weer, ja, met die fluit erbij, mooie bloemen erbij. Nou, ook deze hebben jullie al voorbij zien komen in de rice papers en in de scrapvellen. Je kan van deze ook gewoon allerlei gedeeltes gebruiken. Deze vind ik zelf ook tof met die trap. Ja, ik heb nog lang niet genoeg voorbeelden. Ja, ik heb jullie straks, kan ik er een stuk of 12, 13 laten zien. Maar er is gewoon zoveel. Nou, nu hoor ik eigenlijk voor de eerste keer dat het jammer is dat het enkelzijdig is. Terwijl iedereen meestal zegt van jammer dat het dubbelzijdig is. Maar alles zit er twee keer in. We hebben nu dus gewoon enkelzijdig papier. Er is ook een serie met wat fruit. Een hele mooie met een, ja, een landschapje.
Nou, fijn dat er verder geen problemen zijn met geluid. Ja, Facebook is soms bij de een wel aan het knoeien, bij de ander niet. Nou, hier hebben we de specht à la Corine weer. Nee, het is dus een ijsvogel. Maar ik vind hem zelf ontzettend gaaf. Ik hoop dat jullie de collectie ook mooi vinden. Hij ligt dus eind van de week in de winkel. Dit is dus het paperpad. Dat is nummertje JMANAPP01. En daarnaast hebben we de eentje met wat effenpapier. En daardoor kun je het ook zo mooi weer combineren met elkaar. Of ja, effenpapier. Dit is meer papier, ook voor planners heel geschikt. En het is ook weer heel goed te combineren in combinatie met de paperpads. Dus de kleuren matchen weer perfect met de andere lijnen. Nou, alles zit er twee keer in. Ik zal proberen ietsje sneller te gaan, want anders dan kom ik straks helemaal niet meer toe aan mijn plannenpagina. Kijk, er zitten ook wat rustigere pagina's in. Daarmee kan je dus die drukkere designpagina's weer tot rust gaan brengen. Nou, ik ben blij dat jullie het tot nu toe mooi vinden. Ja, het is gewoon echt een hele uitgebreide collectie. En daarbij wil ik ook mijn dank uitspreken naar Anne en Sander. Want samen met hun heb ik deze collectie gemaakt. Anne is daarin ook echt mijn steun en toeverlaat. En die zet mijn gedachten om in creaties, zeg maar. En het is echt gewoon, ja, ik ben er heel erg blij mee. Nou, ook muziekpapier, nooit genoeg. Een beetje van dat oude papier. Dit kleurtje heb ik zelf ook al veel gebruikt. Deze vind ik ook ontzettend mooi geworden. En ja, één met bloemetjes weer. En dat was de collectie uit nummer 2. Maar er is ook een derde paperpad. En hoeveel vellen zitten er in de vorige paperpad? Er zitten in totaal 36 vel in. Er zitten 18 designs in en alles zit er twee keer in. Het nieuwste is het mixed paperpad. Ook op het formaat van 20,5 bij 20,5. Ook 36 vel. Nou, wat zit hierin? Hierin zitten hele leuke kaartjes op het formaat van 10 bij 10 centimeter. Zitten er ook allemaal twee keer in. Dus dit zijn leuke kleine kaartjes. Daar laat ik jullie binnenkort wat leuks voor zien. Want daar heb ik nog een tof idee mee bedacht, maar dat komt later. Daarin zitten ook van die kleine kaartjes. Ja, hoe groot zijn die? Ik zal het even meten. Die is 6,8 bij 10,2. En daar zitten ook verschillende soorten van in. Dus ook een paar die verticaal zijn. En nog weer een paar die horizontaal zijn. Nou, ook van het designteam heb ik daar al wat leuke voorbeelden mee gezien. Dan zitten er allerlei knipelementen in. Deze moet je dus zelf uitknippen. Zit er allemaal twee keer in. Dus ook weer, ja, die leuke fluit van die... Ja, tickets, de blaadjes extra. De vlindertjes zitten er allemaal heel veel in. Leuke camera's. Van die houten ja, wegwijzers, zeg maar. Onze bronzen beelden met de muziek, met de fluiten weer. Nou, blaadjes erbij. Wat zit er nog meer bij in? Er zit vellum bij in met verschillende teksten. Nou, het vellum ga ik straks ook op mijn pagina nog even verwerken. Dus daar zitten verschillende teksten in. Ook hiermee hoop ik binnenkort wat nieuws, wat te laten zien. Ja, inderdaad. Dat geel, ik ben op het moment inderdaad vrij veel van het geel. Ik vind dat helemaal leuk. Dit is bijvoorbeeld vellum met vlinders erop. Dan hebben we nog vellum met muzieknoten erop. En vellum met script erop. Nou, dat zijn de paperpads. Dan
hebben wij nog een vel met die-cut elementen. Daar zitten meer dan 500 elementen in. Hij is op het formaat A5. Kijk, wat hebben we nu nieuw in dit die-cut boekje? Als je goed kijkt, zie je dat de velletjes dus allemaal verschillende kleuren hebben. Dus deze designs zijn hetzelfde. Alleen heeft deze bijvoorbeeld gele muzieknoten. Deze heeft blauwe. Hier is het beeldje in een beetje zilverachtig. Hier is die goudkleurig. De vlinders zijn blauw. Hier zijn ze geel. Dus je hebt allemaal unieke velletjes erin zitten. Ook de vlinders, de bloemen zijn in verschillende kleuren. Dus je hebt echt heel veel mogelijkheden. Het vellum zit er ook twee keer in. Vellum plakken, je kan het met een blinde sluiting doen. Je kan het met paperclipjes vastzetten. Je kan het met glue dots vastzetten. Ik zal straks ook nog even een manier laten zien. Je kan het ergens achter verwerken. Ja, weet je, ik heb gewoon nog niet genoeg tijd gehad om echt alles uit te werken. En de komende tijd, komende maanden, zullen we jullie gewoon gaan inspireren. Ook met meerdere live uitzendingen. Ook in onze Janine's Mindful Art groep gaan we na de vakantie starten met elke week een live uitzending. Dus er komt genoeg inspiratie. Nou, dat stotteren, ik heb er zelf geen last van. Dat de uitzending, ja, hapert, zeg maar. Ik hoop dat dat, niet bij iedereen zo is. Dat zou ik heel vervelend vinden. Maar ja, ik ben ook gewoon afhankelijk van de techniek. Nou, dit zijn dus alle die cuts. Er is gewoon heel veel. Meer dan 500 elementjes. Ik ga als een speer verder. Want ik heb nog veel meer te laten zien. Oh, het is denk ik heel snel 8:30. Er is ook een stickerboekje met craft stickers en black stickers. Dus we hebben nu twee verschillende kleuren. En daarbij hebben we deze keer ook nieuw twee verschillende kleur of twee verschillende lettertypes. Dus we hebben bijvoorbeeld de tekst Every Day is a New Beginning. Die hebben we dus in een leuk script en in een typewriter lettertype. En dan in black en in craft. Nou, er zitten allerlei verschillende teksten in. Life will be brighter than sunshine. Wherever you are, be there completely. Nou, tekststickjes heb je ook nooit genoeg. Er zitten gewoon heel veel leuke in. Ik hoop dat jullie keuzes kunnen maken wat jullie straks willen aanschaffen. Dit is natuurlijk wel een collectie die langer in de winkels blijft als het goed is. Dus je kunt dit ook gewoon gaan sparen. Nou, dit zit er gewoon allemaal twee keer in. Ik blader er gewoon even snel voorbij. Wat zit hier ook bij in? Hele leuke lettertjes om zelf weer je woorden te gaan maken. Ook in zwart en in craft. En daar kan je dus gewoon leuk, ook op die wegwijzertjes zal ik straks even laten zien. Dan zijn er vier nieuwe stempels uitgekomen. Een hele gave met muzieknoten op de achtergrond. Een hele gave met allerlei takjes. Nou, de stempels zullen we ook gewoon allemaal komende tijd nog laten zien. Deze heb ik zelf ook nog geen voorbeelden meegemaakt. Moet ik ook nog laten doen. Ook nog doen. Nou, er zit echt zoveel op. Dat zijn de vier nieuwe stempels. Dan zijn er nieuwe stansmalletjes. Deze is om Memory Dex kaartjes te gaan maken. Memory Dex kaartjes kan ik straks ook eventjes laten zien. Deze heeft verschillende mogelijkheden. Je kan ook kiezen voor alleen de buitenrand. Dus dat je hem maakt zonder de vlinders. Je kan de vlinders eruit stansen. Ik laat deze straks eventjes zien.
Er zit een setje bij met leuke notitieboekjes. Hiervan had Corine op haar YouTube kanaal een heel leuk boekje gemaakt. Echt onwijs gaaf gedaan, Corine. Er zit een fluit bij. Er zit muzieknoten bij. Muziekelementjes bij. Ja, ik fietste even ietsje sneller doorheen. Want anders dan kom ik echt niet door, dames. Er is gewoon te veel. Er zijn weer nieuwe mask stencils. De vorige keer, of bij de allereerste collectie, hebben wij ook al een stenen muurtje gehad. Maar ja, dat stenen muurtje, dat is helemaal uitverkocht. En deze heeft een iets grungy effect. Er moest gewoon weer iets nieuws komen. En er moesten iets grotere stenen bij komen. Er is er eentje met ja, een soort zonnestralen met hele mooie takjes erbij. Muzieknoten, een raampje, een soort mandala. Hier kun je gewoon gedeeltes weer van gaan gebruiken. Dan zijn er, is er een mask stencil met twee mandala's op wat kleiner formaat. Deze passen dus ook in het kleine journal, want deze zijn 10 centimeter. Ook daarmee laat ik jullie straks nog een voorbeeldje zien. En er zijn twee leuke alfabet stencils. Ook hiermee ga ik binnenkort aan de slag, want daar kan je zelf dus je eigen woorden mee tamponeren op jouw ja, achtergronden, zeg maar. Even kijken. Last but not least hebben wij ook nog een nieuw journal. En het journal is in principe hetzelfde als de andere journals. Alleen het formaat is weer anders. Hij is nu op een heel schattig formaat. Oh, weet je, ik laat hem gewoon eventjes deze zien. Dan komen de eerste voorbeelden ook aan bod. Het formaat is, van het papier is 12 bij 12 centimeter. Dus het is iets kleiner. En dat is dus superleuk. Nou, ook voor kleinere projecten. Deze is nog niet helemaal klaar. Ik ben hier nog mee bezig. Maar je kunt zien dat je met die mandala stencils dus ook heel erg leuk kunt doodlen. En die past dus precies op dat, of in het kleine journal. Dan heb ik ook met dat mask stencil gewoon met inktjes heb ik hem gebruikt. Nou, een tekstje erop, paar vlindertjes erop en je hebt weer een leuke pagina klaar. Je kan wel zien, ik heb er ook nog een klein beetje zwart op gespetterd en met script erop gestempeld. En dan hebben jullie ook gelijk een beetje een idee hoe die mask stencils in kleur uitpakken. Dat heb ik ook met deze gedaan. Nou, the road to success is always under construction. Wat ik ook heb gedaan. Ja, jullie weten wel, ik kleur ook heel erg graag. Dit is met bijvoorbeeld een ander mask stencil uit een andere collectie. Heb ik ook al lekker gekleurd. Ook die bewaar ik in mijn art journal. Zo heb ik ook van het design team wat voorbeelden gekregen. Die hebben bijvoorbeeld ook met die kaartjes gewerkt en die hebben dus in dit journal ook al wat gemaakt. Ook met allerlei verschillende dingen op de achtergrond. Dus dat is ja, veel met papier. Ook de standjes er weer bij. Dit zijn dus wat voorbeelden van mijn design team. Verder laat ik eigenlijk voornamelijk verder even mijn eigen voorbeelden zien. Omdat het anders veel te lang gaat duren. Want ik ga nu even over tot de voorbeelden. Is papier ook los te koop? Er zijn wat losse scrapvellen te koop. En daar blijft het dan ook bij. De rest is in paperpads. Ik ga even mijn koffie opdrinken. Want anders dan heb ik die helemaal koud. Nou, de Memory Deck Spinner. Kennen jullie die nog? Ik blijf hem gewoon ontzettend leuk vinden. En daarom hebben we dus ook weer een nieuwe Memory Dex kaartjes uitgebracht. Ik heb hierbij dus ook de andere stansmalletjes nog weer gebruikt. Ook de muzieknoten heb ik erbij gebruikt. Je kan deze
bijvoorbeeld ook gewoon als effen achtergrondje gaan gebruiken. Dus dat je zegt van nou, ik wil er niet die andere stansmal bij op hebben. Je kan ook dit gewoon als uniekaartje gaan gebruiken. Deze heb ik de vlindertjes uitgestanst. Je kan ook zeggen van ik stans hem gewoon nog een keer weer uit. Dat je de vlinders weer dicht hebt, zeg maar. Heb jij nou geen Memory Dex spinner? Je kan ook van die speciale ringen kan je kopen. Memory Dex ringen. En dan kan je er ook een boekje van gaan maken. Zo heeft bijvoorbeeld het design team heeft bijvoorbeeld ook gewerkt met vellum erbij. Ik heb ze nu eventjes gebundeld. En je kan er dus ook een heel leuk boekje van gaan maken. Dus dit zijn wat voorbeelden van het design team met de Memory Dex. Ik vind het zelf wel super leuk. En binnenkort zal ik ook echt wel een keer een Memory Dex creatie maken. Nou, om jullie wat inspiratie te geven met de nieuwe collectie, heb ik natuurlijk het een en ander voorbereid. En ik laat even een aantal creaties zien. Nou, dit is een vellumkaart of een mica kaart geworden. Dus een doorkijkje. Heb ik allerlei cutting elementjes gebruikt. Nou, ze zijn uit het die-cut boekje, uit het mixed paper pad. Eigenlijk overal en nergens uit. De nieuwe stickertjes erbij. Stansmalletje uit een eerdere collectie. En aan de binnenkant heb ik dus het mooie designpapier weer gebruikt. Nou, de sneuveltallen vlindertje, die zal ik er even weer opnieuw op gaan plakken. Dan heb ik met een nieuwe mal van Studio Light. Dat is een nieuwe ticketmal. Ik weet het nummer zo even niet uit mijn hoofd. Maar daar heb ik ook dit leuke pocketje mee gemaakt. Nou, deze kan je ook nog weer in een planner gaan verwerken als je dat leuk vindt. Nou, zoals ik al wel zei, dus de knipelementen die heb ik gewoon overal en nergens uitgehaald. Ik gebruik gewoon alles door elkaar heen. Ik heb ook hierbij weer wat script gestempeld. Een oudere stansmal weer gebruikt. Dit is ook een slimline mal van Studio Light. Heb ik een pocket van gemaakt. En weer allerlei losse elementjes er weer achter gestopt. Nou, het papier komt dus weer uit de paperpads. Ook weer van alles met elkaar gecombineerd. Hier zie je bijvoorbeeld ook wel weer de muzieknootjes erbij. Hier zie je de doily uit de oudere lijn. De teksten zitten erbij. Een randmalletje uit de eerste collectie. Het journal zit 15 keer wit, 5 keer kraft en 5 keer zwart. De kleine papiertjes, wat ik net al noemde. Uit deze, zeg maar. Oh, dankjewel voor het nummer, Corine. Ik heb bijvoorbeeld deze allemaal uitgesneden. En dit wordt een klein projectje. Daar ga ik gewoon elke keer een paar paginaatjes van maken. Dit kan heel simpel. Wat ga ik hiermee doen? Hier ga ik op de achterkant, wil ik hierbij... ik ben zelf een beetje richting Bible journaling ook bezig. En ik wil hierop dus allerlei teksten gaan opschrijven die ik wil gaan bewaren. Dus bijbelteksten en dergelijke. En daar wil ik een boekje van gaan maken. Hoe ik die precies ga bundelen weet ik nog niet. Maar eerst wil ik alle 12 kaarten klaar hebben. En daarna ga ik dat doen. Dus dat komt TZT. Dit zijn gewoon leuke projectjes om elke keer tussendoor iets mee te gaan doen. Ik heb er dus bijvoorbeeld gewoon op gestempeld. Weer een stickertje erbij op wat elementjes. En je bent alweer klaar. Dus dat kan je met deze vellen gaan doen. Nou, ik ben helemaal fan van slimline cards. Slimline is gewoon een leuk formaatje. Hierop heb ik dus ook met de mask stencil wat steentjes aangebracht. Ik heb er weer overheen gestempeld. Ik heb met goud wat accenten aangebracht. Gouden tipjes weer erop aangebracht. Dat is slimline nummer 1.
En dit is slimline nummer 2. En hier heb ik bijvoorbeeld de mask met die sunrise weer gebruikt. Een gedeelte van de mandala gebruikt. Deze slimlines die zijn van Marianne Design. Want op het moment dat ik deze maakte, toen had Studio Light de slimline mallen nog niet. Dus dat komt nog. Nou, dit is er ook eentje. Dit is wel met een nieuwe slimline van Studio Light. Het nummer weet ik eventjes niet uit mijn hoofd. Ook hier heb ik weer de muzieknoten weer gebruikt. Daarbij zat ook een malletje om zelf een envelopje te maken. Dus dit is één stansmallen setje bij elkaar. Kan je dus een leuke slimline maken met een bijpassende envelop. Dan kan ik met de rice paper nog één voorbeeld laten zien. Dit is dus een broodplankje met rice paper. Daarop heb ik dus ook de steentjesmask gebruikt. Daar heb ik die sun weer op gebruikt. Daar heb ik wat op gestempeld met de takjes. Weer met goud erbij gebruikt. De stikjes erop gebruikt. Dus echt een mixed media project. Nou, volgens mij heb ik al vrij veel voorbeelden laten zien. Ik ga nog even door naar de laatste voorbeelden en dan gaan we aan de slag. Ik heb een plannerpagina. Die heb ik pas ook al laten zien. Ook hierbij heb ik zo'n leuk kaartje weer in verwerkt. Kan je dus weer leuk achter zo'n pocket stoppen. Daarin zitten ook die kleine elementjes weer allemaal. Nou, je kan er zoveel achter stoppen als wat je zelf leuk vindt. Nou, de ticket uit de oudere collectie. Hier heb ik een stukje vellum er nog weer bij gebruikt. Een doily uit van Studio Light. Nou, de plaatjes weer. Ik heb een klein mini boekje. Dat is ook weer een malletje van Studio Light. Is ook weer heel geschikt voor kleine projectjes. En zo kun je gewoon, ja, deze collectie is gewoon super gaaf. Nou, het goud wat ik gebruikt heb. Ik heb die rondjes wat ik gebruikt heb, heb ik gewoon met een dopje gedaan, zeg maar. En daar heb ik deze Pentart Liquid Metal bij gebruikt. Dat is super leuk. Maar als ik ga stempelen met goud. En dat heb ik bijvoorbeeld ook bij deze gedaan. Hier heb ik gouden accenten aan de zijkant gebruikt. En daarvoor gebruik ik de Archival Galaxy Gold. En die ga ik straks ook gebruiken. Nou, mijn tijd is straks al bijna voorbij, dames. Ik heb een laatste voorbeeld nog. Nou, dit is de Maison Jar van Elisabeth Craft Design. Maar jullie zien dus wel, je kunt alle merken door elkaar heen gebruiken. Hier heb ik een leuk shaker elementje van gemaakt. Kijk, allerlei leuke dingen. Het papier is dus uit mijn eigen lijn. De stansmal is van Elisabeth Craft Design. En jullie kunnen dus zien dat die van Elisabeth Craft Design prima in de planners passen van Studio Light. Ik heb hier de nieuwste planner. Die is op het formaat van 20,5 bij 20,5. En daar ben ik zelf wel heel erg blij mee. Zeker in combinatie met mijn eigen paperpads nu. Want ja, daar gaan wij nu dus ook lekker mee aan de slag. Want deze pagina heb ik nu. En ik vind het altijd leuk om een planner toch een beetje een verhaallijn erin te gaan krijgen. Dus dat alles een beetje bij elkaar matcht en past. En daarom wil ik nu hierachter een nieuwe pagina gaan maken. Deze komt nog. Dat komt TZT. Maar ik heb voor vanavond wat voorbereid. Nou, of ik het helemaal ingeplakt ga krijgen, weet ik niet. Maar ik wil dit erbij gaan gebruiken. Kijk, en als je dan deze weer terugklapt, kun je zien dat er dus een leuk geheel gaat worden op de pagina. Nou, aan de andere kant wil ik wellicht deze gaan doen, omdat ik die qua kleuren weer ontzettend mooi bij vind.
Maar dan moet ik nog even kijken hoe en wat. Dit is het journal van 20,5 bij 20,5. En ik heb die mooie blauwe. Ik ga dit eventjes aan de kant leggen. Ja, ik ben volgens mij wel heel enthousiast met wat ik vanavond allemaal wil gaan doen. Maar goed, we hebben nog een klein half uurtje. Kijk, ik heb die hele mooie blauwe. En ja, hij is gewoon echt heel erg tof. Hij is ook in het roze verkrijgbaar. Die plannerstanzen, wat ik gebruikt heb, die kunnen dus ook in de planners van Elisabeth Craft Design of in de A5 planners. Want je kunt de randen zelf gaan stanzen. Dat heb ik dus met deze ook gedaan. Ik zal het even laten zien. Ik heb bijvoorbeeld bij deze een heel mooi notitierandje gemaakt. Nou, dat is met... Even kijken. Deze. Hij zit hier natuurlijk precies weer tussen. Even spieken. Dat is met deze gedaan. Dit is de, dat notitierandje. Nou, de roze kan ik jullie ook nog laten zien. Kijk, dit is een hele mooie kleur roze. Dus hij is er in het roze en in het blauw. Ja, jullie hebben geluk dat ik in de winkel zit en dat ik niet alleen in de winkel kan zitten. En mijn moeder is er ook dus. En die kan hem even snel laten zien. Of even pakken. Wat ga ik vanavond doen? Ik wil deze pagina gaan maken. Hoe ben ik te werk gegaan? De planner krijg je gewoon blanco, maar je kunt de navulling kopen. Dan heb je een navullingssetje. Dat is dus op het formaat van 20,5 bij 20,5. En daarin zit 10 keer zwart, 10 keer wit en 10 keer kraft. Ik heb de kraftpagina genomen. Ik heb deze stansmal gepakt. Aan de zijkant even vastgelegd met een tapeje, zeg maar. Mallentape. Draai je door je stansmachine en je hebt een mooi geschuld randje. Nu wilde ik aan deze kant die gaatjes eigenlijk bewaren. Zodat ik niet weer dat gedeelte door de stansmachine hoefde te doen. Nou, wat heb ik dus gedaan? Ik heb dus gewoon mijn pagina erbij gepakt. Deze ga ik hier opplakken. En ik heb hem hier gewoon een stukje gekortwiekt. Dus je gaat gewoon aan deze kant een stukje afsnijden. Toen heb ik een mooie kleur linnen kaartstok gepakt. De Pine Green, geloof ik. Wat heb ik daarmee gedaan? Daar heb ik deze stans en deze stans. Nu heb ik eerst, zeg maar, een gedeelte heb ik deze uitgestanst en daarna heb ik die gedaan. Omdat je anders een beetje in de knoei komt. Je kunt ze ook alle twee naast elkaar leggen, tegelijk door de stansmachine. Maar dan werd hij net ietsjes breder. Dus je kunt dit gedeelte zo breed maken als wat je zelf wilt. Nou, zo kun je zelf allerlei geschulpte randjes maken. Ik ga gewoon nu even bezig om deze pagina in elkaar te gaan plakken. En een beetje de voorbereiding te gaan doen. Ik heb een aantal dingen al voorbereid. Ik wil zelfs nog met pasta hierop gaan werken. Nou, ik ben bang dat ik deze keer toch maar even ga kiezen voor inkt. Omdat ik de pasta niet op tijd droog ga krijgen. Maar zaterdag is er nog weer een online demo dag. En ik denk dat ik dan maar met de pasta aan de slag ga. Ik ga nu even de pagina met inkt doen. Moet er gewoon even een beetje combineren. De vorige heb ik met Distress inkt gedaan. Maar ik ga nu voor de overwinning en ik wil nu mooie gouden accenten. Want deze, ja, bij deze lijn passen gewoon goud ontzettend goed. Nou, deze inkt kan je ook gewoon met een blending tooltje aanbrengen. En ik zal jullie straks laten zien hoe mooi dat blinkt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er zit gewoon echt een hele mooie glinstering in.
doe ik ook op het groene. En ook op het groene kun je dat gewoon straks heel mooi zien. Nou, ik denk niet dat ik deze pagina helemaal af ga krijgen, maar ik kan wel een heel eind al komen. En dan hebben jullie toch een ideetje wat je een beetje met deze collectie kan doen. Dan is het niet alleen maar kijken, maar ook wat resultaten laten zien. Even kijken. Wat ga ik doen? Ik ben altijd wel een beetje van dat ruwe werk. En een beetje dat het niet helemaal pietje precies netjes moet. Dus we gaan een klein beetje erop strooien. Dan moet ik even een mask stencil erbij hebben. Ik dacht dat ik mijn mask stencils van huis ook had meegenomen. Ja. Aangezien ik gezegd had dat ik toch maar niet met inkt ging doen. Of niet met pasta en met inkt ga doen. Dan ga ik gewoon een klein beetje blenden met deze goudkleurige. Zo kun je zien dat je de achtergronden zelf nog weer helemaal op kunt bouwen. Kijk. Oh, dat is wel echt mooi. Nou, je gaat gewoon her en der een beetje wat accentjes aanbrengen. We hebben nog wat muzieknootjes. Nou, muzieknootjes ga ik in groen doen. Wat voor kleur groen pak ik erbij? Even een dabbertje erbij. Dabbertje. Zo kan je dus je eigen, in principe is het designpapier al mooi genoeg. Maar je kan er dus nog weer verder op gaan sieren zoals je zelf wilt. Kijk, een klein beetje muzieknootjes. Dus je kan gewoon een paar stukjes daarvan gaan pakken. Hoe dikker je het erop brengt, hoe meer inkt, hoe meer het ook zichtbaar is natuurlijk. Nou, dat vind ik wel genoeg van die muzieknootjes. We kunnen een beetje script er nog op gaan stempelen. Dat vind ik wel weer leuk om met goud te gaan doen. Even een acrylblokje erbij. Ik hoop dat ik jullie reacties wel een beetje... dat ik niet jullie een beetje vergeet. Dat doe ik eigenlijk wel. Dan zit ik zo in mijn element. En dan ga ik gewoon dom door eigenlijk. Is eigenlijk niet helemaal fair naar jullie toe. Hè? Kijk. Oh, dat blinkt gewoon aan alle kanten. Dat is wel erg leuk moet ik zeggen. Ik heb de kleur olive van Lavinia. En ik heb de kleur Galaxy Gold van de Brilliance. Dat is dus een, dit is dus een inkt met een glimmertje. En dit is gewoon een basic inkt. Ik wil ook nog een heel klein beetje van die postcard elementjes erbij hebben. Oh, oeps. Dat was een beetje veel. Die ga ik wel eerst eventjes ietsjes afstempelen. Want de inkt van Lavinia, dat zijn inkten die heel veel pigmenten hebben, zeg maar. En als je die rechtstreeks op je kaart doet, dan heb je dus een hele donkere afzet. En dat vind ik bij deze gewoon een beetje jammer. Nou, volgens mij is onze... pagina zo druk genoeg. Ik wil ook hierop nog een klein beetje van die leuke script stempelen. Is de gouden inkt watervast? Ik ga even spieken wat er achterop staat.
Het is wel fade-resistant, dus uitpoetsen niet, maar het is niet watervast. Staat er tenminste niet op dat het watervast is, dus... Kijk, ik heb dus her en der een beetje eroverheen gestempeld. Het geeft wel een heel leuk effect. Het zal voor jullie wel wat moeilijker in beeld te zien zijn, maar helaas. Ja, nou moet ik wel even oppassen, want ik zou deze al bijna vergeten. Nou, ik had dus vellum. En dat vellum wil ik er ook op gaan gebruiken. En deze keer wil ik het als een soort pocket gaan gebruiken. Nou, het vellum is dus maximaal 20,5 breed. Dus normaal gesproken zou je dat niet als een pocket kunnen maken. Maar omdat ik mijn pagina dus wat gekortwiekt had, deze, heb ik het heel slim gedaan en hem hier precies omheen gevouwen en gerild. En dat kan ik nu met een beetje dubbelzijdig tape aan de achterkant vast gaan maken. Nou, hoe doen we dat? Een kind kan de was doen, zeggen ze. Je neemt gewoon heel dun dubbelzijdig tape. Ik heb 3 mm. Ja, Karin die inkt, dat klopt. Ik had eerst, heel eerlijk gezegd, van een ander merk had ik de inkt. En die kon ik niet zo makkelijk bijbestellen. En aangezien ik nu in de winkel was, heb ik even deze gepakt. En die voldeed exact hetzelfde aan die andere wat ik thuis had. En deze kan ik wel makkelijk bijbestellen. Dus hij komt, even kijken, het is vandaag dinsdag. Hij komt donderdag als het goed is weer binnen. Ja, dat krijg je als je soms in één keer spontaan dingetjes bedenkt. Kijk, vellum kan je op verschillende manieren vastmaken. Maar ik doe het nu dus even met dubbelzijdig tape. Ik heb hem gewoon even gerild. En ik ga hem aan de achterkant vastplakken. Zorgen dat hij er goed netjes onder zit. Zo. Kijk, en nu heb ik hier dus een pocket. En dit gedeelte kan ik nu weer op mijn pagina gaan plakken. Nou, dat kan ik gewoon met lijm doen. Kan ook wel met dubbelzijdig tape, maar ja, dat... Ik vind dan lijmen net zo makkelijk. Nou, wat voor lijm gebruik ik? Ik gebruik nu de Tacky Glue, maar in principe... alle soorten lijmen kunnen. Dutch Doobadoo lijm, Nouveau lijm. Wat jij zelf prettig vindt. Ik vind zelf deze ideaal omdat hij gewoon met de dop naar beneden staat. Altijd ready voor gebruik. Ik vind het wel echt heel tof van Studio Light met die randmalletjes. Zoals jullie wel weten ben ik wel echt een beetje van dat... ja, hoe zal ik het zeggen? Een beetje dat elegante. En dat vind ik dus zo leuk aan die pagina's. Dat je nu dus dit soort elementjes kunt maken. Dat is dat. Oeh, ik vergeet dat het 8 uur is geweest. Dat ik even medicijnen in moet nemen. Dat ga ik eerst doen. Ik zou bijna strafpunten krijgen. Kom dat ik een klein beetje moet ik even wennen. Want ik ben al in geen maanden 's avonds live geweest. 's Avonds is voor mij altijd moeilijk. En ik merk dat nu ook wel een beetje dat het een beetje lastig is. Dus vandaar dat ik eventjes af en toe een beetje moet opletten. Deze had ik bedacht om hier nog weer achter te gaan steken. Dus die ga ik eerst even nu vastplakken. Nou, jullie moeten niet spontaan gaan kwijlen. Want dan inderdaad, net wat Corine zegt. Dat is niet goed voor je toetsenbord en dergelijke.
Nou, deze gaan we ook vastplakken. Ik ben echt... dit vind ik ook zo'n leuk elementje. Gewoon ook, leuk om de zijkanten van je pagina's weer te decoreren daarmee. Dus dit is een kleur linnen cardstock van Card Deco wat ik erbij heb gebruikt. Ik kan even kijken hoe die kleur heet. Dat is de kleur Pine Green LKK-CS-SC55. Nou, ik ben blij dat jullie de collectie zo leuk vinden. We hebben er echt heel lang op moeten wachten. Maar ja, hij is er nu dan eindelijk. Even kijken. Ik heb nog een paar leuke reinforces. Ik dacht, weet je, ik vind het niet leuk om allemaal dezelfde vormpjes te doen. Dus ik heb wat verschillende reinforces opgezocht. En daar ga ik dus 3 verschillende modelletjes van doen. Nou, ook hier een beetje goud. Een beetje goud. Oh, zit ver genoeg van ding af. Even kijken, hoe krijg je kracht van 25 bij 25 door een stansmachine? Ik heb een A4 stansmachine en dan gaat het prima. Wat ik ook nog heel slim heb gedaan, zoals deze. Die heb ik dus met mijn kleine stansmachine van Vaassen gedaan. Dat kan wel, qua lengte past het eigenlijk niet. Maar ik heb hem er gewoon 2 keer doorheen gehaald. Ik denk dat is gewoon een stuk makkelijker. Dan hoef ik niet zo ver te draaien. Dus dat gaat ook nog lukken. Nou, die reinforces. Ik ben vergeten om daar van dat plaksel achter te doen. Met het uitstansen. Dus achteraan gaan we het gewoon eventjes op deze manier vastlijmen. Kan ook. Het kan met lijm. Het kan met die tape. Nou, tot nu toe wat hier al helemaal leuk, toch? Scheelt dat ik dit al een beetje voorbereid had. Want anders krijg je echt niet in zo'n korte tijd zo'n complete pagina klaar. Nou, de planner collectie, die hebben jullie al wel eerder voorbij zien komen tijdens de live uitzending. Volgens mij heeft, wat ik me niet vergis, Alice Huisman daar een leuke live mee gedaan. Maar ik durf er niet 100% zeker te zeggen. Nou, wat kan je dus bij dat vellum ook heel leuk doen? Dit is dus een pocket. En achter die pocket kan je weer leuke kleine kaartjes doen waar je quotes op kan zetten. Nou, ik heb dus die kleine kaartjes weer gebruikt. Deze komen dan uit het mixed paper pad. Ik heb daar teksten op gedaan. Ook hierbij weer dat leuke kleurtje groen gebruikt. En ik heb bijvoorbeeld ook wat washi tape erbij gedaan. Nou, de kleur washi tape uit de Essentials. Van de Planner Essentials. Daarin zit zo'n hele leuke gele kleur en een bruine kleur. Die kleuren die passen heel erg leuk bij deze collectie. En dan kan je ook zeggen van, ik ga ook bijvoorbeeld het vellum vastplakken met washi tape. Want wil jij vellum vastmaken? Je kan ook zeggen, weet je, wie weet plakken we het ook nog wel gewoon op. Misschien is het wel leuk. Want hij hoeft in principe niet helemaal open te blijven. Wel even iets rechter plakken, Janine. Kijk, en zo kan je vellum dus ook gewoon op kleine stukjes vastplakken. Deze kan je er weer leuk achter gaan steken. Nou, dat kan je op allerlei manieren doen. Je ziet wel, die leuke stansmal kan je ook gewoon gebruiken als een soort border. Nou, hier komen later nog allerlei teksten op. Je kan hem er schuin achter steken. Je kan er, bedenk zelf hoe en wat. Ik heb
Oh, wat lees ik nou? Peter R. de Vries is neergeschoten in Amsterdam. Nou? Nou, dat klinkt niet goed. Ik heb ook nog een uit deze Planner Essential collectie. Ik ben even van mijn apparaatje, geloof ik. Dat is de Basics CDC 52. Uit de eerste collectie heb ik deze nog weer gestanst en ook gestempeld. Zodat je hier nog weer leuke notities op kunt maken. Nou, ik moet nog wat verzinnen voor de decoratie. Nou, op zo'n plaatje kan je ook heel erg leuk zo'n leuk elementje nog weer doen. En daar kan je je geschreven tekst weer bij gaan doen. Die plakken we daarop. Die komt hier weer achter. Ik had hier bedacht dat er een leuk bloemetje zou komen. Kijk, dat past ook weer helemaal leuk. Nou, heel misschien dat ik morgen nog wel een laatste finishing touch ga doen. Dat ik nog even wat extra elementjes erbij ga zoeken. Maar dan moet ik nog eventjes... misschien dat ik straks ook wel zeg van weet je, het is mooi genoeg. Ik had nog een stukje met peren. Kijk, die peren die wou ik ook hier nog weer op gaan plakken. Ook op het vellum kun je nog weer leuke items plakken. Hier moet nog een leuke vlinder opkomen. Heb ik nog een vlinder in de buurt? Wat ik ook nog had gedaan. Kijk, bij dat ene stansmalletje met die muzieknoten zitten ook van die kleine muzieknootjes. En die wilde ik dus ook nog even op de achtergrond gaan plakken. Nou, daar ga ik jullie vanavond maar eventjes niet mee vermoeien. Want ik heb er dus geen spul achter gedaan. Kijk, maar het is wel heel erg leuk om die muzieknootjes ook weer overal eventjes terug te laten komen. Hier op het vellum ga ik er ook nog wat op plakken. En dat ga ik denk ik met die kleine glue dots doen. Wacht, dat kan ik laten zien. Hoe kan je dat nou makkelijk doen? Ik heb bijvoorbeeld die glue dots van Joycrafts. Nou, je legt je muzieknootjes daarop. Ja, dat zijn echt van die minuscuul kleine dotjes, lijndotjes. En dat is wel ideaal in gebruik. Je legt deze erop. Dan doe ik ze ook in één keer allemaal. Dit eventjes aanwrijven. En dan haal ik ze eraf met... Even kijken. Heb ik nog een piktool? Ik heb een handige piktool. En hiermee kan je dus ook je vellum wel makkelijk vastplakken. Dan gewoon een paar van die kleine dingetjes pak je gewoon eventjes op. En die druk je achter je vellum. En dan kan je het vellum dus ook blindelings opplakken. Nou, wat gebeurt er nou soms? Dit zijn heel veel van die kleine glue dots. En dan af en toe heb je zoiets dat... dat er te veel blijft kleven. Dan gaan we er even met een anti-statisch doekje eroverheen. Zodat de plakte weer vanaf gaat. Nou, dames, ik heb een hele strenge moeder. Nee, gekheid. Ik had haar gezegd, ik zeg, want ik vergeet altijd mijn tijd als ik bezig ben. Ik zeg, als het rond 8:30 is, kom dan eventjes bij mij aankloppen dat ik ermee moet stoppen. Want ik weet het, ik ga anders gewoon
te lang door. En dat moeten we niet hebben. Kijk. Nou, die lijmdots ideaal in gebruik. Mijn antistatische doekje. Ga ik er eventjes overheen. En dan zijn die lijmdotjes ook weer weg. Nou, de pagina is niet helemaal klaar. Want ik wil hier nog bijvoorbeeld een leuke vlinder op hebben. Heel misschien dat ik nog een leuke tekst daar ga doen. Nee, ga ik denk ook niet doen. Nou, er zal in ieder geval niet heel veel meer op gebeuren. Want ik vind hem wel zo goed als klaar. Wat ik wel bijna altijd doe bij mijn pagina's. Is toch iets van een soort leuk doodelrandje. Nog even langs de kaart maken. Nou, dat weet ik wel heel zeker dat ik een hele lieve, zorgzame moeder heb. Ik zou geen betere kunnen wensen. Dus daar heb je helemaal gelijk in. Want zij, omdat ik nu zeg maar in de winkel de live wilde gaan doen. Omdat ik daar het beste beeld heb. Moet zij dus ook haar avondje daarvoor opofferen. Dus dat ja, vind ik wel echt heel erg tof. Ik ga nog eventjes een stukje spetteren. Ja, echt. Ik zeg altijd, ik stop ermee, maar dan is het nog even dit, nog even dat. En dan... Oh. Een paar zwarte spettertjes gewoon voor de finishing touch. Nou, de komende dagen hoop ik jullie te gaan inspireren, ook met alle voorbeelden. Ik had bewust nog eventjes gewacht tot deze live om alle voorbeelden te laten showen. En ook een beetje omdat ik gewoon, ja, ook wegens gezondheid zeg maar. En vanaf morgen hoop ik ermee bezig te gaan. Ik moet ook alles nog op de foto zetten. Alleen de allereerste voorbeelden heb ik een foto van. De rest moet nog, dus dat komt allemaal in de loop van de tijd. Maar het designteam heeft ook al van alles laten zien. Dus we kunnen jullie komende maanden echt weer inspireren. Kijk, en zie je, nu komt deze, komt dus... Auw, dat was mijn nagel. Deze komt dus zo in mijn planner. En dan kun je dus zien hoe leuk het is. Hoe je de pagina's op gaat bouwen. Dat het gewoon één geheel gaat worden. Hier moet ik TZT ook nog wel een keer de achterkant van doen. Maar ach, dat komt vanzelf. Nou, al met al heb ik jullie geloof ik wel weer genoeg kunnen laten zien vanavond. Ik hoop dat jullie het een leuke live uitzending vonden. Dat jullie een beetje een beeld hebben van wat je kunt doen met deze New Awakening collectie. Vanaf vrijdag zal het in de winkels liggen. En zaterdag hebben we dus in de Janine's Mindful Art groep nog een leuke live demo dag. 4 verschillende demo's en dan ook leuke giveaways erbij. Dus kijk dan gezellig mee. En ben je nog geen lid van de groep, word dan ook gezellig lid. En deel ook vooral je creaties daar. Voor nu... Een hele fijne avond. Bedankt allemaal voor het meekijken. En tot de volgende keer maar weer. Ja, die hartjes reinforces. Ik lees nog even snel jouw vraag, Karin. Die zit in de set. Even kijken. Die zit in dit set van de nieuwe... planner collectie, zeg maar. Dat zijn verschillende randmallen en daar zaten die hartjes reinforcers ook bij. Die passen weer precies bij deze bordermal. Dus dat was hem. Nou, fijne avond en tot de volgende keer maar weer. Doei doei!